Speller en Williams met volgens mij nog een lekker band ook. Wordt daar afgeschoten aan de buitenzijde. Maar Bandito is eerst. En die plaatst als eerste de aanval op de koploper. Accio Family. Maar de Accio Family die vecht voor zijn leven. Bandito, Speller en Williams. Lekker band. Ja, fixen aan de buitenkant. Net niet. Het is Bandito die het wint voor Speller en Williams. En op de derde plaats Accio Family. John, van harte jongen. Wij hadden dit niet helemaal verwacht. Nee, ik zelf ook niet. Maar je kreeg hem wel aardig. Ja, ik kreeg hem heel mooi, maar ik heb hem al verschillende keren mooi met hem gehad. En dan laat hij de laatste 300-400 meter gewoon helemaal zitten. En Bas had me nog van de week gebeld. Hij zei, John, geef hem gewoon een koers. Rij lekker mee, want ik weet niet wat ik aan hem heb. Hij traint goed, maar hij valt in de koers steeds tegen. En hij zegt, zie maar de laatste 200 meter, hoe hard die gaan. Dit was de oude Bandito? Ja, absoluut, absoluut. Nou ja, dat smaakt naar meer. Ja, ik hoop het wel, ja. John de Leeuw doet zijn verhaal, dames en heren. Want hij deed dit sterk met Bandito. Een mooie eigenarengroep heeft zich verzameld rondom deze zesjarige bruiner aan Giant Cat uit Kalinka de Douai. Frans gefokt in bezit van Stal PD. En Bas Krebas natuurlijk de huistrainer. En John de Leeuw de catchdriver van dienst. De eigenaren vertegenwoordigd in Stal PD melden zich voor de groepsfoto. En dan komt hij aan, John de Leeuw. Zijn reis naar het Hoge Noorden is niet voor niets geweest. Want hij wint hier heel sterk de Prix Nobla toe met Bandito. Paard in het vak. En de start is gevallen onderweg en wat een voortvarende start eigenlijk voor alle paarden, maar met name voor Bonnivert. Bonvis Live loopt bovenop een kar en kan er een kruis over maken. Ook een galopade, een hele lelijke galopade trouwens voor nummer 2. Dat is Brunimel Pas en de galopade was er ook voor As Magique. Op die kar liep Bonvis Live en aan kop gaat Steven Schoonhoven. Schakel nummer 2. Nummer 2. Er misschien wel een hele mooie show van maken met zijn nummer 4, Accio Family. Accio Family brengt het veld de rechte lijn in. Super start uit de tweede band trouwens voor Bonnivert. Deelnemers komen in de rechte lijn. Accio Family, tweede plaats daarachter dan Bandito. Achter Bandito meldt zich aan de buitenzijde Varenne de Vin. Met aan de binnenzijde Jaap Fixen en zijn Baladin Williams. Die wordt gevolgd door aan de relingzijde Do It Again. En aan de buitenzijde daarnaast Ovis de Loor. Die op een lengte wordt gevolgd in het tweede spoor door Bonnivert. En achter Bonnivert Betty Somolli, die een goede start heeft gekend. En dat geldt ook voor paard nummer 9, Chapral de Vandel. Achter deze paarden hebben we dan in het tweede spoor Valet Das. En ook de paarden die in de beginfase galopades maakten zijn er weer bij. Maar ja, die hebben toch nog wel wat werk te verrichten. As Magique als mede paard nummer 10, Bonefish Life. En wie er in ieder geval niet op gaat zitten wachten totdat ze vanuit het achterveld naar voren komen, dat is Stefan Schoonhoven. Hij houdt onveranderd tempo met zijn Accio Family. Accio Family, Varenne de Vin, binnenzijde volgt dan nog altijd die Bandito. Achter Bandito in het tweede spoor krijgt koers op maat Baladin Williams. En dan kunnen we dat eindsprintje 500 meter in 1-8 misschien zo dadelijk wel gaan zien. En achter deze paarden is dan Do It Again met Ovis de Loor. En die wordt op een lengte gevolgd door Bonnivert. En dat is op dit moment ongeveer het leidende zevental als we afkomen op de rechte lijn voor de tribune. Straks nog een ronde te gaan voor Accio Family en Steven Schoonhoven. Halve lengte voor op Varenne de Vin. Aan de binnenzijde een prachtkoers voor Bandito met John de Leeuw. Geldt ook voor Baladin Williams aan de buitenzijde. En aan de binnenzijde loopt geen meter te veel. Do It Again. Achter Do It Again komt de reactie in het veld. Want Bonnivert en Rick Ebbingen, zij achten de tijd rijp om de aanval te kiezen. Benutten daarvoor het derde spoor. Maar dan wacht ze zo dadelijk wel een lastige bocht driedik. En Bonnivert die is nou niet even een paard dat zomaar eventjes zo'n veld voorbij wappert. Dat gaat puur op macht. En die komt aan de buitenzijde nu op gelijke hoogte met de paarden 2, 3 en 4. Maar vooraan wordt Schoonhoven daar nog lang niet warm of koud van. As Magique probeert het vanuit het achterveld. En we gaan af op de overzijde. Kamminga heeft zijn geluk binnendoor beproefd. En kijk eens even hoe die Bonvis Live daar toch ook alweer wat progressie heeft weten te boeken. We zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En het is aankomp van het veld nog altijd die Accio Family. Buitenzijde Bonnivert nu naar een duidelijke tweede plaats. Binnenzijde Bandito. Nou ja, als die John zo dadelijk ruimte krijgt. En Bandito is de Bandito van enkele maanden geleden. Dan zou die gevaarlijk kunnen zijn. Baladin Williams aan de buitenzijde inmiddels naar plek 4. En daarachter is het Do It Again die binnendoor opschuift. En dat doet Kees Kamminga ook nog maar een keer met zijn Bonvis Live. We gaan af op de laatste bocht. En het
Het is aan de binnenzijde nog altijd die Azzurro Family. Die lijkt Bon Iver op de knieën te hebben, maar moet uitkijken voor die paarden met speed. Dat zijn Bandito en Balladin Williams aan de buitenzijde. Aan de binnenzijde Do It Again. Die komt ook naar voren met Ruud Post. Balladin Williams met volgens mij nog een lekker band ook. Wordt daar afgeschoten aan de buitenzijde. Maar Bandito is eerst. En die plaatst als eerste de aanval op de koploper Azzurro Family. Maar die Azzurro Family die vecht voor zijn leven. Bandito, Balladin Williams, lekker band. Ja, fixen aan de buitenkant. Net niet. Het is Bandito die het wint voor Balladin Williams. En op de derde plaats Azzurro Family. Dat is de 1-2-3 voorlopig.